We staan voor het provinciehuis, want vandaag hebben we een gesprek met de lijsttrekker van een nieuwe partij, Alliantie. En dat is een Bokstelse. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ik zit hier tegenover Henriette van Heel, lijsttrekker van Alliantie voor de provinciale statenverkiezing op 15 maart. Hele mond vol. Voor de mensen die jou natuurlijk nog niet kennen, kun je jezelf even voorstellen en iets over jezelf vertellen. Ja, Henriette van Hedel dus. Ik ben in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer. We hebben een kleine uitgeverij en verder ben ik moeder van 5 kinderen. De jongste is 4, de oudste is 11 en ik woon in Bokstel. Ja, en nou, denk nou leuk ondernemen, maar dan gaat iemand de politiek in. Waarom? Nou, het is eigenlijk niet zozeer de politiek ingaan. Hè. Het is meer dat we zien met z'n allen een hele hoop problemen in het land. En we dachten van ja, dat we willen eigenlijk voorkomen met een hele grote groep mensen. Dat we het falende overheidsbeleid wat we nu al zien van Rutte 4, dat we dat ook nog eens verder gaan krijgen in onze mooie provincie. En waar mogelijk proberen we daar toch wel daar te zeggen van nou, liever niet hier, laten we het zo zeggen. Ja, en heeft u ervaring in de politiek of is het allemaal nieuw? Het is deels nieuw als in de zin van volksvertegenwoordiger. Ik heb nog nooit eerder meegedaan aan politieke verkiezingen. Maar ik ben wel al politiek actief geweest. En dat deed ik voorheen voor het CDA. Ook in Brabant. Ik heb in het bestuur gezeten van het CDA in Brabant. En ik ben daar tijd geleden eigenlijk ook mee gestopt alweer. En dat had onder andere mee te maken met de koers van de partij. En voor mensen die het CDA van nabij kennen en volgen, wij zijn van de Stichting Sociale Christendemocratie, een kleine groep die eigenlijk vond dat de koers van de partij niet goed was. Wij vonden ook dat hoe we met Pieter Omtzigt omgegaan was, dat vonden wij niet goed. Ja, we gaan heel snel, daar komen we zo op. Want in jouw eerste volzin hoorde ik al een bepaalde ontevredenheid over het huidige. Het huidige kabinet? Ja, zeker. Het huidige kabinet is natuurlijk, we zien het denk ik wel met z'n allen. Er is een asielcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, zorgcrisis, leescrisis, rekencrisis. Ja, dat is eigenlijk een hele, heel veel problemen. En Nederland, die problemen die stapelen zich verderop en worden eigenlijk niet bestuurd, lijkt het wel. Ja, ook, hoe bedoelt u niet bestuurd? Nou, die problemen stapelen zich op en dan wordt er een beetje gezegd van nou, we gooien er nog wat geld tegenaan. Of wordt gezegd, ja, het ligt aan Oekraïne. Maar in Duitsland, in België en in Frankrijk hebben ze natuurlijk ook last van Oekraïne. Toch gaat het in Nederland beduidend slechter. Hebben wij meer problemen dan andere landen. Ja, oké, want je noemt een paar problemen op. Maar als ik nou de koe bij de horens vat, stikstofprobleem. Het probleem met stikstof is eigenlijk dat stikstof is een risico. Een risico dat daarop de natuur verandert. Dus een teveel aan stikstof heeft invloed op onze planten. Hè. Dus de planten gaan daarvan van groeien. Het probleem is dat we de risico-indicator helemaal hebben geïsoleerd tot één groot probleem wat we vervolgens niet willen dat het risico intreedt. Ja. Ik zal het concreet maken. Ja, ik wil een beetje jeugdjournaal taal horen. Bijvoorbeeld, stel dat we op een dag hebben gezegd, we willen niet meer dat er verkeersongelukken voorkomen. Nou, wat hebben we dan gedaan? Vervolgens zeggen we gaan met z'n allen in bed liggen. Want het voordeel is, als we met z'n allen in bed blijven liggen en niet meer in onze auto's gaan zitten, hebben we geen verkeersongelukken meer. Ja. Het probleem is alleen dat als we met z'n allen in bed blijven liggen, dan hebben we andere problemen. Namelijk, we gaan doorlichtplekken krijgen, we hebben geen sociale contacten meer. Nou, en dat is eigenlijk een beetje wat bij het stikstofprobleem ook zo is. Dus stikstof is een probleem in die zin van het is een risico. Maar door alleen maar naar dat ene risico te kijken en dat te isoleren en te willen zeggen dat willen we niet dat dat gebeurt, hebben we heel veel andere problemen die we er nu bij hebben gecreëerd. Bijvoorbeeld water. Water is ook belangrijk. Hè? De waterhuisstand heeft ook invloed op de natuur en op de natuur hoe die zich ontwikkelt. Nou, dat is allemaal, daar kijken we dan vervolgens niet naar. Fijnstof, dat heeft ook een invloed op hoe we met z'n allen in een leefomgeving zitten. Dus het probleem bij stikstof is eigenlijk dat we dat dus helemaal niet meer een risico afwegen tegen andere risico's, maar dat geïsoleerd zijn gaan bekijken. Ja, maar is het niet geïsoleerd omdat het zo'n groot probleem is? We hebben een programma bij Omroep Dommeland, heet Bokstel natuurlijk, gaan we met de boswachter op pad. Ja. En dan lopen we over de Campina. En dan zegt hij nou, kijk eens hier hoe het hier uitziet. Dan vraag ik, hoe komt dat? Ja, stikstofprobleem, zegt hij. Dat komt door de stikstof.
Ja, maar het probleem is dus als we alleen maar blijven kijken naar stikstof, hebben we heel veel andere problemen. Als ik over 4 jaar met de boswacht door de Campina loop. Ja, wordt hij gelukkig van ons. Wordt en gelukkig? Nou, als ik aan een alliantie denk, word ik blij, want ik zie toch dat dingen gaan veranderen. Ik zie dat dingen veranderen ten goede. We krijgen de natuur die we met z'n allen in Brabant willen. Nou. In plaats van alleen maar dat we gefixeerd zitten op een model waar we eigenlijk met z'n allen niet op zitten wachten. Want wat je ook ziet, het model is een beetje raar. Bijvoorbeeld stikstof. Je kunt bijvoorbeeld dieren in een dichte stal doen het beter in het model dan dieren in buiten de stal. En waardoor krijg je dan... Heel veel Brabants, heel veel Nederlanders vinden bijvoorbeeld de koe in de wei, vinden ze hartstikke leuk om te zien. Zien zij en schrijven ze ook als, dit is natuur. Maar die dieren, die doen het niet zo goed in het model. Dus wat we eigenlijk weer willen, is voor alle Brabanders, is de natuur die we willen. En dat ook die boswachter blij is, maar dat er ook veel andere mensen blij zijn. En dat we die fundamentele discussie hebben gehad. Wat gaat Alliantie nu anders doen dan alle politieke partijen? Uiteindelijk twee dingen. Als je kiest voor de Provinciale Staten, kies je ook voor de Eerste Kamer. Op dit moment ligt daar de nieuwe pensioenwet voor. Wij zijn tegen die nieuwe pensioenwet. Dus iedereen die gepensioneerd is en niet die nieuwe pensioenwet zou willen, moet op Alliantie stemmen. En wat houdt de nieuwe pensioenwet in? Nou, eigenlijk... dat is een makkelijke vraag, maar een wat gecompliceerde antwoord. Maar heel kort gezegd, die nieuwe pensioenwet maakt je pensioen afhankelijk van ook eigenlijk de beurs. Dus in principe komt het erop neer dat je gaat een individueel potje. En wanneer de beurs en eigenlijk het economische klimaat wat beter gaat, krijg je wat meer. En anders gaat het naar beneden. Dus je bent aan de code overgeleverd, want je weet niet persoonlijk van tevoren... of je een goed pensioen krijgt. En je krijgt dus ook soms pech- en geluksgeneraties. De hele solidariteit van ons pensioenstelsel, zoals we het altijd al hadden, dat wordt er eigenlijk mee onderuit gehaald. Dus dat willen we niet. En tegelijkertijd, wat we ook al Provinciale Statenverkiezing gaan natuurlijk ook over onze provincie. We zien nu al dat Rutte en het hele beleid van Rutte eigenlijk heel slecht is. Het land komt eigenlijk heel langzaam tot stilstand. De ene crisis naar de andere crisis. En wij willen in Brabant eigenlijk voorkomen dat beleid ook hier in Brabant verder nog wordt uitgevoerd. De provincie is eigenlijk belangrijker dan veel mensen zouden denken. De provincie gaat bijvoorbeeld over waar worden de woningen gebouwd. Maar ook bijvoorbeeld hoe zit het met de vergunningverlening voor boeren. En we zouden ook eigenlijk in eerste instantie voor de boeren zouden we die pasmelders willen legaliseren. Pasmelders, dat zijn eigenlijk boeren die geheel tegen hun eigen wil en ook zeer eigenlijk... niet alleen tegen haar eigen wil, maar ook gewoon helemaal zonder dat ze daar zelf debet en schuld aan hebben, in een illegale situatie zijn gekomen. Die hebben altijd de regels van de overheid gevolgd, maar zijn toch illegale situatie gekomen. En die willen wij legaliseren, zodat zij ook weer rechtszekerheid hebben. De Voedselbank krijgt steeds meer klanten, Stichting Leergeld, waar je naartoe kunt als je te weinig financiële middelen hebt om je kind te laten studeren. En steeds meer mensen gaan er naartoe. Ja. Kan Alliantie ook iets betekenen voor deze mensen? Ja, we kunnen daar iets voor betekenen. We zien dat Nederland heel veel geregeerd wordt door eigenlijk door rekenmodellen en de abstracties, maar niet meer gekeken wordt naar de echte mensen. En nou, je ziet dat bijvoorbeeld ook met de BTW op energie, hè, dus dat het veel duurder is. Je boodschappen zijn duurder geworden. Dat heeft te maken met inflatie, de kosten van energie gaan stijgen. We zijn daar tegen. We zien ook bijvoorbeeld het probleem is ook het openbaar vervoer. Hè. Dus ook daar wordt vaak gekeken door de provincie naar volumes, naar hoeveel mensen reizen wanneer. Maar het hele simpele idee dat gewoon je bus de bereikbaarheid is van je stad en je dorp. Maar ook dus dat je met een betaalbaar kaartje nog naar je school kan of je familie kan bezoeken. Dat hebben ze eigenlijk een beetje losgelaten. En wij willen eigenlijk weer terug naar goede publieke voorzieningen. En dus ook naar alles wat een basisbehoefte is, bijvoorbeeld water, energie, dat ook gewoon weer bekeken wordt. Dat we gewoon zeggen van dit heeft ieder mens nodig, dus houd het alsjeblieft betaalbaar. Wat kan Alliantie betekenen voor deze mensen? Ja, veel mensen zitten in de kou, die kunnen de rekeningen niet betalen. En wij vinden dat eigenlijk al die basisbehoeften, hè, dus schoon water, betaalbare energie, dat betaalbaar ook moet blijven. We kunnen laten zien dat het in Brabant ook anders kan. En de grap is, in Brabant wordt er vaak gewerkt en gelachen. We zijn heel bijzonder. Ja. Nou, en we zouden eigenlijk ook niet de hele tijd alleen maar het beleid van Den Haag hoeven uit te voeren. We kunnen hier veel anders. En ik zou zeggen, ja, waarom laten we dat niet ook gewoon zien door in Brabant ook niet op die partijen te stemmen, maar door op Alliantie te stemmen. Oké, en hoe groot gaat het succes worden?
Nou ja, we doen mee om te winnen. En we willen in ieder geval met 3 man in de Provinciale Staten komen. Maar ik heb een hele leuke top 5. Eigenlijk een hele leuke lijst. De top 24 zijn allemaal fantastisch. Maar zou eigenlijk natuurlijk super zijn als we gewoon met z'n 10 hier komen te zitten. Want dan kun je tenminste ook wat meer controleren. En het huidige bestuur heeft in ieder geval wel aangegeven wat extra controle nodig te hebben van burgers zoals u en ik. Ja, en als het tegenvalt? Ja, eigenlijk, we zijn een nieuwe partij, dus het kan niet tegenvallen. We hebben in ieder geval gezorgd voor de bewustwording van veel burgers. Van, goh, misschien moet ik niet denken, oh, kan mij wel boeien. Maar misschien kan ik zelf nog iets doen en kan ik bijdragen aan deze samenleving. En dat is eigenlijk wat je dan al hebt. Dus ook bij 0 zetels is het een succes, zo gezegd. Want dan hebben we in ieder geval bij veel mensen weten te bewust worden. 0 zetels kan je niet van een succes spreken. Kom op. Nee, ja, we doen mee om te winnen. Dus, ja, maar dan kan je toch zeggen, bij 0 zetels kan je denken, shit. Nou, bij 0 zetels is het niet zo dat ik dan denk, ik ga ermee stoppen. We gaan gewoon door. Wat dat mensen niet verwachten, en dat merk ik bij alles wat je doet. Wat mensen niet verwachten is dat je doorgaat. Dat je echt gelooft in je eigen idealen, dat verwachten mensen niet. En die hopen ook eigenlijk, heel veel mensen hopen ook gewoon maar dat je stopt, hè, als het een beetje tegen zit. Ja. Maar dat, ik ben daar te veel ondernemer voor. Van de 10 dingen die ik doe op een dag slagen er 2. En dat zijn dan wel hele succesvolle zaken. Dus je geeft nooit op, je gaat gewoon door. Ja. Oké, u bent de lijsttrekker. Wat zijn uw sterke punten? Mijn sterke punt als persoon, ik denk de volharding wat ik net al aangaf. Ook als het tegen zit, gaan we gewoon door. En ik ben zelf ondernemer en moeder van 5. Ik zie eigenlijk alles wel een beetje als de boel bij elkaar brengen en die vervolgens weer verder aan de gang zetten. Dus je bent eigenlijk de drijvende kracht achter iets, maar tegelijkertijd zorg je er wel voor dat iedereen mee kan doen. En dat doe je in je eigen zaak met je personeel. Nou, en dat doe je eigenlijk in je gezin op microniveau ook. Hè. Dus je bent er om de randvoorwaarden te scheppen, maar verder zijn het wel individuen met een eigen verantwoordelijkheid. En de sterke punten heeft ook minder sterke punten, CQ zwakke punten? Ja, ik heb de hele tijd gehoord dat ik wel een beetje een controlfreak ben. Dus dat ik wel heel erg betrokken ben bij de kleine details. Dus ik probeer dat los te laten, zodat andere mensen ook wat meer ruimte krijgen om eigen initiatief wel te tonen. Dus ik heb wel de neiging om wel heel enthousiast te zijn en ook in de avonturen nog even mensen te bellen en in het weekend. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. En over dat bellen en zo gesproken, hoe kijkt uw gezin nou tegen uw nieuwe ambities aan? Ja. Mama, doe dat nou niet. Nou, mijn zoon is 11, dus die begint een beetje in de kritische leeftijd te komen. Dat ze niet alles leuk vinden als jouw hoofd erop staat. Dus die heeft vooral gezegd dat hij dat bord in de voortuin, dat hij dat eigenlijk niet zo heel erg ziet zitten. Maar hij is wel bereid om mee te flyeren. Dus dat is ook leuk. Mijn gezin, moet ik heel eerlijk zeggen, als mijn man had gezegd van ik heb er geen zin in, dan stond ik hier vandaag de dag natuurlijk ook niet. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart. Ja. Dat valt samen met uw verjaardag. Ja, klopt. Ik word dan 43. Ja, dus een dubbel feest. Dus dan hebben we en die verkiezingszegen. En wat is nou een mooi cadeau? Cadeau is natuurlijk door op Alliantie te stemmen. Een mooi cadeau is 5 zetels hier vijf in de Provinciale Staten. Ja, 5 van de 55. Is dat reëel? Mooiste. Ja, wat is reëel? We hebben vorige keer gezien in Brabant hoe Brabant stemt. Toen hadden we dus Forum was een van de grootste partijen. Dus ik denk dat heel veel mensen zien en zoeken naar waar kunnen we nu op stemmen. Dus het is zeker reëel. Heeft u ook een slogan? Ja, wij hebben de slogan het kan wel. Vaak wordt er gezegd het kan niet van de rechter, het kan niet van Brussel, het kan ook niet van het model. Nou, vaak kan het gewoon wel, maar dat is een keuze en die keuze dus moet gemaakt worden. Dus de slogan is? Het kan wel. Het kan wel. Alliantie, het kan wel. Oké, ik hoorde gisteren een slogan, we gaan knallen. Ja, dat gaan we misschien ook doen, maar wij gaan het gewoon eerst zorgen dat het wel kan en dan gaan we het ook nog eens knallen doen. Kijk, eerst moet het kunnen. Ja, en dan zeker. Pas kan je knallen. Zo is het.